in het rijtje volgend. Vervolgens bij Pirates Verstappen. Nu dus Sim Flinkerien. Aan de ketting. Ja, Laurens heeft gisteren al gereden. Hè? Laurens heeft gisteren al gereden. Laurens heeft vooropstellen de helftom. Is het Marien die hier gaat rijden op dit kanon wat hun thuiswedstrijd is. Kemp der Giganten noemen wij dat dan. Staat hier en geloof mij van één ding. Als je Marien ziet, zeg je nou, die wordt nergens bang van. Eén ding is zeker, op dit moment giert het door zijn keel. De adrenaline in de bloed, hier het sportief applaus, jongens, voor Gerard Hofstede. Het is niet anders, maar it's a part of the family. Gaat terug, heeft een opdracht. Maar bij een aanval ging het al net niet zoals het zou moeten lopen. Hoe gaat dat dan aflopen voor dit knol uit Molenaarsgraaf? Komt die ontlading hier dan toch? Wijd Shadow op 102 meter. Simple Green, competitieleider en op wat voor wijze. Maar waarom staan die NTTO'ers daar bij die wagen? Waarom wordt er daar opnieuw tussen die trekker en die sleepwagen gekeken? Hebben we daar geen toerensignaal? Slaat hier dan het noodlot toe zoals dat bij Red Impact ooit ook wel eens gebeurde toen Red Impact hem niet van zijn plaats kreeg? Gaan we dat dan met toerenpluk uitwisselen? Of hebben wij hier dan nu twee keer groen? En gaan wij hier onder groot gejuich kijken naar het optreden van de sterkste dier uit de hele Alblasse Waard, vijf Heerenland en misschien wel van heel Nederland. Sim Flinkerien, kom aan! Jochie, 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 jochie. Vol pool in hoofdletters. Dat dan wel.